Acteur Jack Woutersen vecht al jaren tegen verslaving. Een ontmoeting met schrijver Oscar van Woensel leidt tot een nieuwe solovoorstelling Slaaf. In dit theaterstuk neemt de man, gespeeld door Jack, afscheid van zijn verslaving. Jack vertelt ons wat meer over deze voorstelling. Je nieuwe voorstelling heet Slaaf, maar waar gaat die over? Over slaaf zijn, hè? Over afslaan, sla af. Over allerlei vormen van verslaving, over het snuiven van coke, over het eten, over niet meer kunnen stoppen met denken, over seksverslavingen, over cannibalisme. Je kijkt er heel serieus bij, maar over over iemand die niet meer kan, over iemand die doordraait. En denk je dat er voor iedereen herkenning in zit, of je nou verslaafd bent geweest of niet? Als je serieus luistert wel, ja. Het gaat over vluchten. Het gaat over willen ontsnappen aan de werkelijkheid. Waarom eet iemand? Ja, om even weg te zijn. Ik. Om even weg te zijn. Waarom rookt iemand een jointje? Om even... En dat is geen probleem totdat het een probleem wordt. En dan is het meteen een heel groot probleem en dan ga je eraan kapot. En dit is iemand die eraan kapot aan het gaan is. Dus ik heb niks tegen jointjes roken of weet ik veel, maar op een gegeven moment wel. Ja, en hoe ben je dan met je eigen verslaving omgegaan? Ja, dat heb ik uitgebreid verteld. En dat vertel ik ook in de voorstelling. Daar gaat de voorstelling over. Ja, dat is gewoon een hel. Dat is een hel. Ja, en... Hoe is die voorstelling ontstaan? Heb je dat zo helemaal alleen geschreven? Of? Nee, ik heb samen met de schrijver Oscar van Woensel, die is aan de heroïne verslaafd geweest. Ik heb allerlei verslavingen gehad en nog. Ik ben nog behoorlijk met eten aan het kloten. En Oscar van Woensel is aan de heroïne. Ik ben aan de coke verslaafd geweest. Ik ben daarvoor naar een afkikcentrum geweest. En wij hebben met elkaar gepraat. En hij heeft daar een... Ja, prachtige voorstelling over geschreven. Vrij associatief. Het gaat over alles. Het gaat over iedereen. Maar veel mensen herkennen het wel. De mechanismes. Ja, zeker. Ja, en leg je dan ook veel van je eigen boosheid en misschien ook wel verdriet in de voorstelling? Boosheid en verdriet zeker. Het gaat niet helemaal over mij. Het gaat ook over... paranoia, het gaat ook over die jongen in Alphen aan den Rijn die de hele boel neerschiet. Ja, het is heel intens, er is niks leuks aan. Je kan er wel om lachen, maar niet echt ook. Het is één bak ellende. Ja, dus weet waar naar je toe gaat. Eén bak ellende, vechel. Oké, dus wel echt een heftige voorstelling. Niet eentje waar je gewoon even voor de lol naartoe gaat. Nee, het gaat over iemand die zelfmoord wil plegen. En ermee wil stoppen. Daar begint het mee. Papa, mama, ik heb het gedaan. Ik beken, ik ben schuldig. Ik heb gevochten. Ik heb met mijn leven gevochten. Ik heb gevochten tegen alles wat ik haat. En nu ben ik moe. Moe van het vechten, moe van het haten. Ik eet mijn eten, ik vertel mijn verhaal en dan is het voorbij. Hier. Ja, en waarom zouden mensen nou echt naar jouw voorstelling moeten komen dan bij het festival? Nou, mensen moeten sowieso niet komen. Mensen die van huilen houden en die dat ook belangrijk vinden, die mogen komen. Iedereen mag komen, maar het is een hele intense, stille, schreeuwende voorstelling die je nalaat denken en die niet gaat over het feest wat leven eigenlijk zou moeten zijn. Maar dit is de hel. Dus welkom in de hel. Maar niet onbelangrijk, want er zijn een hele hoop mensen die in de hel leven. Want zo leuk is dat maar niet. Nou, heel erg bedankt. We zijn heel erg benieuwd. Handtekening.